Welkom bij het wereldkampioenschap schilderijrestauratie, live vanuit Roelofarendsveen. Namens Nederland Eddy Korfing, hij warmt zichzelf stevig op. Aan de andere kant de Rus Vladimir Borodin, 3 keer op rij wereldkampioen schilderijrestauratie. En ook de jury onder leiding van de Zwitserse Olga Zimmerman is er klaar voor. Het startschot is gegeven. Vladimir restaureert Dansers in de Herberg van Jan Steen. En Eddy, die hier zijn handschoen slim opblaast, restaureert Het Vrolijke Huisgezin, eveneens van Jan Steen. Vladimir begint zoals gewoonlijk met het nemen van een verfmonstertje met een schrapertje. En hij doet dat zeer beheerst en zorgvuldig. Ook Eddy schraapt een monstertje met grote nauwkeurigheid. En ja, hij likt om de chemische samenstelling met zijn mond te proeven. Heel bijzonder dit. En ook de jury kan dit zeer waarderen. Eddy pakt de XRF-scanner voor een precieze kleurenanalyse van het verfmateriaal. Vladimir is hier al succesvol mee bezig. Eddy worstelt met de instellingen. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk onder zulke hoge wedstrijddruk. Hij laat de scanner voor wat hij is en hij pakt wattenstaafjes. Ai, hij laat ze vallen, zeg. Vladimir heeft zijn analyse al klaar, lijkt het. Altijd een sterk punt bij Rusland. En kijk, Eddy met 3 wattenstaafjes tegelijk de oude vernislaag verwijderen. Technisch zeer sterk. Wat doet hij nou? Zijn oor schoonmaken. Heppa, dat is tijdverspilling. Dat kost hem bovendien strafpunten. Niet nodig en ontzettend zonde. Vladimir reinigt ondertussen zeer systematisch zijn schilderij met een spons. Eddy zet een spons op een boormachine. Ontzettend slim, want daarmee pakt hij hopelijk, net als in de halve finale, 4 seconden winst. Want daar gaat het om elke seconde te... Ai, 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 Eddy heeft originele verf verwijderd. Wat een technische blunder. 75 miljoen euro is het schilderij waard. En ja, het is verzekerd, maar toch. En nu zal hij moeten proberen om het gezicht van het jongetje na te schilderen. Maar wat hij nu doet, lijkt natuurlijk helemaal nergens naar. Vladimir knipt een stukje canvas op maat voor het vullen van een gat. En dit moet uiterst precies gebeuren. Kijk wat een concentratie en wat een focus bij Rusland. Ook Eddy is begonnen met het canvas knippen. Hij moet opschieten om nog een kans te maken om te winnen. Maar wel precies blijven. Dit ziet er rommelig uit. Geknoei met de lijm. Aan de andere kant, Vladimir nu al aan het inkleuren. Kijk eens wat een meesterhand. Niet van echt te onderscheiden. Ai, wat is er aan de hand met Eddy? Het nieuwe stuk canvas is aan zijn bril gaan zitten. Eddy verliest zicht en is duidelijk zijn oriëntatie kwijt. Hij moet zich zien te herpakken. Ai, hij valt. Nee, vast door het schilderij. Het is niet te geloven. Wat een blamage voor Nederland. Want dit werk van Jan Steen kan nu als verloren beschouwd worden. En ai, hier in de herhaling. Wat een tragische valpartij. Wat een dramatische wending voor Nederland. Terwijl we moeten toekijken hoe het eindsignaal klinkt, omdat het schilderij van Rusland is goedgekeurd. Rusland gaat er hier met de beker vandoor dankzij een foutloze restauratie. En Eddy Korfing, Nederland, druipt af naar een verhitte finale hier in Roelofarendsveen.